Yes. We zijn er weer. Welkom bij een nieuwe aflevering van Klasse, de podcast. De podcast die gaat over onderwijs en alles wat hierbij komt kijken. Ja, sowieso, mijn homie is er weer. Marvin Leeten. Ja. Lego. Is daar met zijn tas te klooien? Ja, Lego. Ja, mijn tas even inpakken. Een cameraatje, alles. Cameraatje weg. We hebben vandaag een gast, een oud-leerling van mij. En dat is Merel Tombroek. Merel, hi. Welkom. Dankjewel. Wat tof dat jij hier aanwezig wil zijn. Heel tof. Ik ken je nu, tenminste wij kennen, je bent nu 18. Ja. Toen ik je leerde kennen was je 13. Ja. Toen kwam je bij ons op school. En om aan wat doelen te werken, om aan jezelf te werken en dergelijke. Klopt. Nou, daarna ben je van school afgegaan. Ja, gestuurd. Gestuurd, laat ik dat je zeggen inderdaad, ja. Er werd een alternatief geboden. Dat is heel, dat is nice. Ja. Een alternatief, nou ik weet niet. Alternatief was thuis zitten, denk ik. Ja. Ja. Dat had natuurlijk zijn oorzaken, maar ik kwam jou een paar maanden geleden. Ja. Kwam ik jou tegen in de krant over een interview over jouw drugsgebruik. En toen schrok ik echt heel erg. En ik weet nog wel dat ik op de bank zat. Ik zag dat filmpje voorbij komen. Ik had je wel eens op TikTok een keertje voorbij zien komen. Maar over jouw GHB-gebruik en dergelijke. En hoe verslaafd jij wel niet was. En toen zag ik ook in dat filmpje wat foto's van jezelf voorbij komen. Nou ja, ik schrok echt heel erg. En we zaten net met elkaar te kletsen. Marv, jij bent ook geschrokken, hè? Ja. Allemaal niet vertelde. Ja, ik probeer het heel neutraal op te vangen. Het is echt heel heftig. Wat ik zeg, ken je 16 jaar of 13? Was een leuke even herinnering op aan. Leuk meisje. Ja. Wel een beetje eigenwijs toen de tijd en dergelijke. En op jouw manier deed je zeker je best. We lagen af en toe ook wel eens in de clinch. Dat je af en toe moest corrigeren. Maar dat ging vaak wel met de mantel der liefde. En langzaam maar zeker kwam er een jongen kwam jou op school ophalen. Die stond buiten het hek, stond hij te wachten. En mijn gevoel was al niet zo goed. Want ik loop er wel eens mee. En we liepen wel mee naar het hek om de kinderen te begeleiden. Dat iedereen wel naar huis gaat. En die jongen kwam je dan ophalen. En daar zei ik met mijn collega's, dat gevoel van mij, dat is niet oké. En jij, toen heb ik het ook wel zijn gevraagd, gaat dat goed? En ga je vrijwillig? Nee, hartstikke goed meneer, hartstikke leuk. hoe oud is hij dan? Ja, voor mij zijn een jaartje van 16, 17 of zo, weet ik van zoiets. Uiteindelijk was hij dus veel ouder, maar had allemaal tattoos in zijn gezicht, tattoos in zijn nek en dergelijke. Ja. Nou, daarna werd je steeds meer afwezig eigenlijk. Ja, ik kwam minder naar school. Je kwam minder naar school inderdaad, ja. En als je er was, dan was je wel eens een beetje versuft of duf. Of wilde je gaan slapen of had je s'nachts niet geslapen. Ja. En ook met je ouders daarover gesproken en dergelijke. Nou, uiteindelijk werd het van kwaad tot erger. En wat gebeurde er toen, Merel? Kon je daar iets over vertellen? Uiteindelijk werden de zorgen gewoon te groot. En hebben ze uiteindelijk de keuze gemaakt om mij het huis te plaatsen. Ja, want jij raakte verslaafd. Klopt. Waaraan raakte jij verslaafd? Het begon een beetje met cocaïne, een beetje drinken. Maar op een gegeven moment is het dus echt naar GHB gegaan. En je was toen 14 jaar, hè? Zeg ik dat goed? 15 jaar toen ik echt aan GHB verslaafd raakte. Toen weet je, en je was 14 en je een beetje ging experimenteren. Ja, klopt. En kwam dat ook door die jongen ook, of dat niet? Nou ja, hij duwde. En daar kwam ik dus wel mee in aanraking. En toen had ik wel stiekem wat dingetjes uit zijn stash, laat maar zeggen, gepakt. Mm-hmm. Want ik was toch wel nieuwsgierig wat hij dan verkocht. En zo begon het wel. Zo begon het wel, ja. En toen met vrienden, denk ik, of je leert mensen kennen. Ja, het was eerst, toen op een gegeven moment ging het echt goed mis toen ik uit huis was geplaatst. Mm-hmm. Ik, hoe oud was je toen je uit huis was geplaatst? 14. 14 ook, ja. Ik was 14 en ik kwam toen in aanraking met ecstasy. En dat heb ik toen op een afdeling, laat maar zeggen een groep, heb ik dat eigenlijk vrijwel dagelijks geslikt. Ik voelde me heel ongelukkig, heel verdrietig. En toen zag ik dat als een goede optie. Niet wetende wat het natuurlijk was en wat het voor schade zou achterlaten. Ja, want even voor de luisteraars. Op een gegeven moment op school kan het niet meer. Dan ga je van school af of zit je thuis. En dan, je had wel hulpverlening, mensen die jou wilden helpen. En hoe gaat zo'n uithuisplaatsing dan? Ik weet nog dat, iedereen hun verhaal moest vertellen. Van wij vinden dit en wij vinden dat. Ja. Yeah. En op een gegeven moment, dan word je gewoon door jeugdbescherming, word je gewoon opgehaald. En dan
word je gewoon ergens afgezet. En jij ging gewoon mee? Nou ja, ik had weinig keus. Ja. Maar anders kwam politie bij. De eerste keer moest de politie komen omdat dat ik niet mee wou. Ja, jeetje. Ja. En ik weet wel, toen de tijd verbleef je ook vaak bij die jongen in die periode. Ja, klopt. Ja, jeetje. En GHB, wat is GHB eigenlijk, de mensen die dat niet weten? GHB is eigenlijk een samenstelling van allemaal schoonmaakmiddelen. Wat dus een, het is officieel een downer, maar het kan dus ook weer als een upper werken. Dus kan ook weer heel. Wat is een downer en een upper? Een downer is eigenlijk iets waar je heel ontspannen en chill van gaat voelen. En een upper is juist waar je heel erg euforisch en energiek van gaat voelen. En GHB is eigenlijk beide. Je kan beide kanten op, het ligt maar net aan de hoeveelheid dat je neemt. Dat eigenlijk. Ja, heftig. Maar heb jij ooit wel eens drugs gebruikt in je leven? Nee. Of is dat niet het moment om te vertellen je? Nee. Ik moet, als je naar mij zou vragen, ik heb wel eens een... Mijn ouders waren vooral heel open over, als je iets wel wil, vertel het gewoon eerlijk. Nou ja, ik voetbalde toen op een best hoog niveau, dus roken en drugs was eigenlijk een no-go. Ik heb het wel eens een keer geprobeerd, ja. Maar dat was blowen dan. Maar voor de rest ben ik gelukkig onervaren en ik heb ook niet de behoefte om iets te gaan doen. Ja, ik ben uitgegaan toch? Ja, jij bent uitgegaan inderdaad, ja. Klopt. En ik zie het nu ook best wel veel om me heen, als ik naar een festivaltje of helemaal, we gaan een keertje wat drinken ergens, dan is het echt... Heftig, of niet? Ja. Toevallig had ik het met mijn vader hierover, man, gisteren. Jouw vader is een wijs man. Ja. Ja. Ja, hij is een wijze man, ja. Ja. En, het is een andere kant, hoor. Ik kijk naar het grote geheel. Ik had er vroeger heel weinig problemen mee. Ja. Ik denk dat ik jong was, en niet zo jong als Merel, toch? Ja. Niet zo jong als Merel. Maar ik was in de 20 en ik denk dat je dan wel... soort van gaat experimenteren, toch? En toen ik jonger was, heb ik wel gebloot. Ben ik heel snel van afgestapt, omdat het echt geen match was. Mm-hmm. Maar naarmate ik ouder werd en Naima kreeg, helemaal met de onrustige periode in Amsterdam, met de onderwereldoorlog, ben ik wel echt anti geworden, man. Ja. Echt anti. En het heeft niks te maken met het gebruiken en dat ik zeg van, zo, als je gebruikt ben je waardeloos, maar het is gewoon puur van wat je... het geld dat je erin stopt om bepaalde dingen gaande te houden. Ja. Snap je? Ik geef je gelijk. Hoor. Snap je? Je houdt het gaande. En je leest steeds meer artikelen dat jongeren, dat echt kleine kinderen, wat we in de vorige, in een van die vorige afleveringen hadden, dat ze containers leeggaren van drugs uithalen. Mensen worden overhoop geschoten op straat. En wat ik, heel veel mensen zijn niet met me eens, hè? Weet je? Dat is prima, maar ik hou me vast aan bij mijn standpunt. Ik vind het, ik kan er niet goed tegen dat als er iets gebeurt in de samenleving, wat nu gebeurt, want we beginnen langzaam een narcostaat te worden, hoe je het ook wint of verkeerd. Snap je? Dat je dan, het is niet normaal, dat gasten midden op straat worden neergeschoten, bro. Nee, snap eens, je? Eens. En hoe noem je dat? Dat we dan de andere kant op kijken en dan, hoe je het ook wint of verkeerd, dan een bepaalde bevolkingsgroep daarvan de schuld geeft. Maar ondertussen... besta je in een club en geef 50, 60 euro uit aan een grammetje. Snap je? Ja. Of je bent in staat inderdaad heel erg open voor wat je kind doet. Dan ben je gewoon eigenlijk aan het meesponsoren. En het is een hele harde constatering, maar het is een constatering. Ik ben vergeten welke journalist dat schreef en daar ben ik toen echt van geschrokken. Van, hij heeft gewoon echt gelijk. Ja. Weet je, je kan niet het ene afkeuren en het andere soort van interessant vinden en geld erin pompen. En gelukkig, wij drieën doen dat niet meer. Jij doet het niet meer. Nee. En wij tweeën doen het sowieso niet. Maar er zijn wel heel veel gevallen die heel erg open en makkelijk erover denken. Maar het andere niet willen zien of keihard afkeuren. Want het is, we gaan het van haar horen, het is een harde wereld. Het is een vervelende wereld, je gaat eraan onderdoor. Maar als jij soort van in een ontspannen bent in een club en je geeft daar een uit, faciliteer je het keihard. Mee eens. Ik zie jou knikken ook, het is herkenbaar voor jou. Ja, nee, ik herken het wel. Maar mensen die vinden het één goed en het ander vinden ze dus erg. Cocaïne gebruiken op een feestje, dat is geen junk gedrag. En weet je, iedereen heeft zoveel meningen over wat goed is en wat niet. Terwijl drugs over het algemeen gewoon niet doen. Niet doen.
Nee. Dat is wel mooi dat jij dat zegt. Ja. Ja, want je bent bijna een jaar clean. Ja. Toch? Wanneer ben je een jaar... Applaus hoor, applaus. Ja, ja. Nou ja, super nice. Trots ook op je dat je dat deze manier bewandelt. Maar ik wil toch nog even terug naar die tijd dat je wel verslaafd was. Je gebruikte GHB, je hebt net uitgelegd wat het is. Hoe gebruik je dat dan? Wat voor mij, laat maar zeggen hoe ik het deed, is ik had of een buisje. Mm-hmm. Daar begon het mee. En daar deed ik gewoon wat GHB in met een spuitje. Kan je dan milligram of een milliliter bepalen. Ja. En ja, de gemiddelde dosing is 3, 3,5. Ja. Maar ja, hoe vaker je dat gebruikt, hoe meer je lichaam nodig heeft. En hoe, je lichaam raakt echt ook verslaafd eraan. Dus het is ook niet, je kan zomaar stoppen. En je moet ook telkens meer nemen. Op een gegeven moment zat ik aan 8 milliliter. En ik moest dat dus... Oh, shit. Ik moest dat dus om de 2 uur innemen. Ik moest dan ook echt... Bijvoorbeeld, kijk, je voelde het wel wanneer je het nodig had, laat maar zeggen. Maar in de nacht zette ik een wekkertje om het ziek voelen te voorkomen. Ik heb echt wel vaak gehad dat ik me zo ziek voelde dat ik denk, nou, dit is het, weet je wel. Dan kon ik het even, dan moest ik wachten op de dealer. En wat kost zoiets dan? Ja, toen destijds kostte het een liter €90. Dus dat is over het algemeen niet heel veel. Oh, dat is goedkoop, wil ik zeggen, in vergelijking met cocaïne of iets dergelijks. Ja, het is wel een goedkope verslaving. Maar zo'n liter fles was wel binnen 4 dagen, was het echt wel... Op. Dus per week 180 euro. Zo, jeetje zeg. Ja. Ja, we waren ook van tevoren even met elkaar aan het praten. En Marvin en ik zaten alleen met ons mond open naar je te luisteren. Vol verbazing wat je op deze jonge leeftijd allemaal niet gedaan hebt en meegemaakt hebt. Ja. Want het bleef niet alleen bij GHB. Nee, klopt. Op een gegeven moment, ik heb voor GHB in een kliniek gezeten. En ja, die kliniek was ook niet helemaal oké. Ik ben daardoor een fout van de kliniek weggestuurd. Op straat weer terechtgekomen. Ik was weer dakloos. En toen op een gegeven moment ben ik weer met foute mensen omgegaan die allemaal crack gebruikten. En toen dacht ik, nou ja, weet je, fuck it. Daar gaan we weer. Ja. Ja, nou ja, dat was niet echt het plan. Maar ik had wel eens crack gebruikt hiervoor. En dat was nooit tot een verslaving uitgekomen. En toen op een gegeven moment toen voelde ik me gewoon echt zwaar kut. En toen ging het mis. En crack, wat is crack voor de luisteraars die dat niet weten? En hoe kan je dat combineren? Crack is cocaïne uitgekookt in ammoniak. En dat rook je. Heftig. Kan je het ook spuiten, of niet? Nee, cocaïne crack... kan je wel spuiten, crack niet. Crack niet. Ja. Maar wat is dan, even voor mij duidelijk, ik ben een beetje een leek op dit gebied hoor. Maar je ziet ook wel eens, toen ik in Rotterdam woonde, had je van die portieken waar al die naalden lagen. Mm-hmm. Oh, dat is heroïne. Dat is heroïne, oh, ja. Dat is heroïne, ja, dat is wel waar. Ja. Heb je dat ook wel eens geprobeerd, heroïne? Ja. Nee joh, is het ook maar, iets wat je nog nooit gebruikt hebt? Nou ja, al die nieuwe designer drugs die allemaal nieuw ontwikkeld zijn, want er is echt per week is er een nieuwe. Maar die heb ik dan weer niet allemaal gebruikt. En je zat net ook te vertellen dat je ook wel eens leuke reisjes maakte en dergelijke. Dat je inderdaad een vriendje had, toch? Ja. En daar ging je bijvoorbeeld mee, joh. Je zat te vertellen dat je dan mee naar Italië ging. En jij dacht, we gaan leuk even leuk shoppen daar of iets dergelijks. Ja, leuke vakantie, hè? Maar? Maar ja, toen op een gegeven moment kwam ik erachter dat dat drugsgerelateerde tripjes waren, laat maar zeggen. En daar wist jij niks van af? Nee, op het begin niet. Hij probeerde ook wel echt mij van de drugs af te houden. Maar ja, dat ging lastig. Ja. Jeetje. Wat heftig zeg maar. Ik ben nog steeds in shock, man. Ik zit te denken, we hebben ook allebei een dochter. Ik denk, jeetje. Ja, maar daar gaat mijn gedachte heen. Mijn hart breekt wel een beetje. Maar... Nou ja, ik vind het echt... eigenlijk is het gewoon heel verdrietig. Ja. Eigenlijk. Beleef je het zelf ook dat het heel verdrietig is? Ja. Of... Ja, als ik tegen mijn jongeren zelf had kunnen praten, had ik gezegd, oh, doe dit niet. Ja. Maar ik ben jouw docent geweest, hè? Ja. En die troep, die GHB, heeft jouw geheugen, jouw hersenen aangetast. Dat het soms wat lastig was dat je dingen kan herinneren. Je had het net over je motoriek, hè? Dat je motoriek eventjes uit balans was. Dus je kan niet alles meer herinneren, maar had ik daar iets in kunnen betekenen toen de tijd? Als docent? Ja.
Nee, kijk, weet je, sowieso als je iemand in verslaving wil helpen, is het nooit goed om aan te dringen. Mm-hmm. Weet je, een verslaafde moet er zelf achter komen van oké, dit wil ik niet. Je kan nooit het afdwingen. Een verslaafde moet je verslaafde houden of laten, totdat diegene erachter komt dat het niet goed is. Dat het anders moet, zeg maar. Ik ga je een heel moeilijke vraag stellen, want ik ben nu op een bepaalde leeftijd. Maar mag ik nog even één dingetje? Sorry, man. Ja, maakt niet uit. Want ik zit dan nu, daarom stel ik die vraag van, had ik iets anders voor je kunnen doen? Maar toen jij bij mij op school zat, toen signaleerde ik wel heel snel, en dat heb ik ook doorgegeven aan bepaalde personen om jou heen, zeg maar. En daar werd niet echt op gehandeld, zeg maar. Dus mijn gevoel was wel goed en ik had het idee dat ik je aan het kwijtraken was. Ja. Wat leidde dus tot je niet meer bij ons op school zat. En daarna hebben we eigenlijk geen contact meer met elkaar gehad. Nee, klopt. Dus dan maak ik me op dat moment super zorgen. Maar daarna heb ik nooit meer gedacht van, oh, zou het nou met Merel zijn of iets dergelijks. Ja. Niet om het goed te praten of iets, maar ik vond het wel goed voor mezelf dat ik zo vroeg signaleerde. Uh-huh. Ja, nee, maar dat is het ook echt. Niemand had het door dat het verkeerd ging. Nee. Dus ja, ik stond er ook wel van te kijken toen, laat maar zeggen, de school. Dus jij wist wat er aan de hand was. Ja. En die combinatie, wij legden op een gegeven moment, we hadden toen de teamleider Petra, die legde al snel de relatie met de jongen die jou kwam ophalen. Dat het geen zuivere koffie was, zeg maar. Nee. Ja, en kijk waar het uiteindelijk naartoe is gegaan. Ja, dus, laat het erger. Ja, gewoon echt heel verdrietig. Dus sorry, Marfia, stel je vraag even. Ja, ik hoor Ben. Ik denk dat Ben, Ben is een hele lieve man. Mm-hmm. En ik denk dat hij te veel dingen zichzelf aantrekt. En je wilt een grote rol erin spelen. Maar ik denk dat wij, docenten, dit gaat even bij het jongen, hoor. Ja. Maar ik denk dat je in een draaiend netwerk moet zitten dan voor een kind, snap je? Ja, ja. En dan heb je gewoon allerlei schakels. En zijn wij een van de laatste schakels die meewerken aan het grote netwerk. Als een van die schakels niet aan elkaar koppelt, ja, dan kunnen wij aanhaken. Maar als een van die koppels niet werken, haken we aan een kapot systeem. Ja. Snap je wat ik bedoel? En het systeem moet voor een kind goed zijn, waardoor je dus vertrouwen hebt gecreëerd ergens. Waardoor je nog meer vertrouwen gaat krijgen. En dat je alle volwassenen in je netwerk controleert. Want eigenlijk als je kijkt in die lagen. Ja. Dus je hebt je ik. En dan heb je eerste laag ouders. Dan naast de familie. Dan dit. En dan zus. En dan komen docenten. Mm-hmm. Als ergens een vertrouwensbreuk ergens is. Ja, dan hebben wij geen rol daarin. Nee. Snap je? Dan zijn we die leuke man die praten. Maar ergens is al een soort van disconnect. Weet je toch? En natuurlijk naarmate je ouder wordt. Kan je een soort van afwijken van je ouders bijvoorbeeld. Ja. Maar als dat goed is. Dat gewoon goed zit. Dan ben je gewoon de puber die opstandig is, snap je? Maar je weet van, ik vertrouw mijn ouders, dus ik kan ook een ander volwassen persoon vertrouwen. Ja. En dan terug te komen op mijn vraag. Kijk, het is een hele moeilijke vraag, want ik ben nu volwassen en ik ben allemaal bezig met zelfontwikkeling en ik ben kritisch naar mezelf. Ik ben ook kritisch naar mijn familie, maar hoe was je relatie met je ouders? Mijn relatie met mijn ouders was destijds in gebruik, was dat gewoon wel echt beschadigd. Ja. En daarvoor? Daarvoor was het ja, ik heb er heel veel over nagedacht. Ja. Ik schrijf ook heel veel op wat me opeens te binnenkomt. Ja. Maar ja, ik had altijd wel het gevoel alsof ik me heel erg moest bewijzen. Ja. Alsof ik heel erg mijn best moest doen. Ja. En ik weet niet precies waar dat vandaan komt. Maar dat heeft het voor mij uiteindelijk wel lastig gemaakt. Ja. En mij heel onzeker gemaakt. Ja. Ja, dat kan. Je hoeft niet verder antwoorden. Ja. Want het is een levensloop, hè? Ik bedoel, ik denk dat voor je op jouw leeftijd, dat is het heel moeilijk de vinger erop te leggen van wat je nodig had toen je jong was. Kijk, volwassene mensen zijn er nog steeds niet mee bezig, snap je? En die zijn nog steeds heel erg zoekende en weten niet waarvoor ze bepaalde gedragingen doen. Dus dat jij hier antwoord op kan geven is al super nice. Ja, ik denk ook niet dat echt leeftijdsgebonden is. Nee, dat. Ik denk dat het echt zo is. Ik denk dat je zelf klaar voor wil. Want ik hoorde je zelf iets zeggen, dat moet je zo meteen even uitleggen. Ja. Ik heb niet goed opgevangen. Maar dat vond ik al sterk voor je, want het is inderdaad in je innerlijke ik moet je bezig zijn. Dat is moeilijk, hè? Ja. Want ik heb er ook heel lang over gedaan. En ik had nog een vraag, man. Ja, dus want je vertelde ook over dat vriendje. Ja. En daar breekt mijn hart, want ik denk de hele tijd aan mijn dochter van, oh, hoe ga ik daar tussen zitten? Ja, eerste reactie is om te zeggen van, nee, fuck dat, je gaat echt niet met die gozer mee. Maar dan gaat ze toch met die gozer mee, want dan ben je opstandig aan het doen. De keuze van jongens die je had,
Denk je dat het betrekking had ook op je vader-dochterrelatie? Nee. Nee? Oké. Okay. Nee, ik heb wel echt een prima band gehad met mijn vader. Ja? Dus ik heb nooit echt daddy issues gehad. Nee, gelukkig. Ja. Maar ja, op een gegeven moment, omdat mijn ouders zeiden van, oh nee, dit is een verkeerd persoon, een fout persoon, vond ik het eigenlijk alleen maar spannender. Ja. Dus uiteindelijk, ja, weet je, mijn ouders weten ook niet hoe ze het moeten doen. Nee. En ik was ook gewoon een rebelse puber. Ja. Maar ja, uiteindelijk maakte dat wel een soort verleidelijker voor mij, denk ik. Een rebelse puber understatement. Het is next level dus. Zo. So. Ja, ik zou niet weten hoe ik met, dat zou doen met mijn dochtertje. Maar ik ga ervan uit dat het niet gaat gebeuren. Ja. Snap je? Ja, you never know. Maar je weet het nooit wat voor afspraken ze kunnen nemen. Ja, dat. En ik ben wel van mening, en Merel zegt het ook een beetje, dat het echt te maken heeft met je netwerk. Hoe veilig maak je het voor je kind? Snap je wat ik bedoel? En door de dingen die ik heb meegemaakt in mijn leven, ik heb geen ernstige dingen meegemaakt, maar ik ben mezelf al een paar keer flink tegengekomen. Ja. Snap je? En denk ik dat het heel belangrijk voor ons allemaal is om te erkennen van, hey, daar heb ik een deukje op gelopen en ik mag kritisch zijn naar mijn ouders, omdat ik dan dus niet dezelfde dingen ga doen wat ik in mijn opvoeding heb meegekregen. Want ik ben van mening dat geen enkele opvoeding perfect is. Nee. En we doen allemaal ons best. Ja. Alleen is het dus van, hoe hou je die schakeltjes gekoppeld? Ja. Snap je? En dat een kind verder kan ontwikkelen in basis van vertrouwen en steun willen vinden bij mensen en het goede kunnen zien. Maar als dat ergens loskoppelt en je bent inderdaad onzeker, of noem het maar op, wat dan ook, dan kan het loslaten. Ja. Ik moet altijd denken wat jij altijd zei, dat iedere ouder is op haar of zijn manier altijd betrokken. Juist, ja. Ja, dat. En dat is op iedere manier is dat anders, inderdaad. Ja, Merel, heftig, verdrietig, maar toch straal je. Ja. Je zei dat het heel goed met je gaat. Ja, het gaat zeker goed. Hoe komt het dat het nu zo goed met je gaat? Ik ben nadat ik uit de kliniek ben gestuurd, ben ik natuurlijk heel lang dakloos geweest. En ik heb eigenlijk nu mijn eigen huisje. Waar ben je in de tussentijd toen geweest? Toen je overal nergens. Ik ben van plek naar plek, maar laat maar zeggen, dakloos centra's zitten altijd vol. Ben ik achtergekomen. Dus dan was het of de keuze op straat. Ik heb ook heel vaak aan mijn volgers gevraagd van, hey, heeft er iemand een plekje over? Want anders sliep ik gewoon buiten. Jeetje, meisje. Ja. Ja. Dus, dat was wel lastig. En je hebt nu werk. Ja, klopt. Ja? Kan je daar iets over vertellen, over je werk? Het is eigenlijk een beetje influencen via social media. Ik heb TikTok, een TikTok-account. Hoe heet jouw TikTok-account? Merel Tonbroek. Ja, is heel goed. Nice, lekker origineel ook. Vertel verder. En daarop vertel ik eigenlijk over verslaving, hoe ik het oppak. Ik ga een aantal keer live om over actuele zaken te praten rondom verslaving en ook daarbuiten. Ik bespreek eigenlijk van alles om gewoon wat meer awareness eigenlijk te brengen. Ja. Ja. Ja, dat dus. Dat dus. Dat dus. En bijna een jaar clean, dus waar je super trots op mag zijn. Echt. Hoe zie je je toekomst? Dat vind ik een hele lastige eigenlijk. Ik bekijk het eigenlijk meer een beetje per dag. Kijk wat voor stap ik ga maken. Maar ik denk eigenlijk een beetje hetzelfde als nu. Het is, laat maar zeggen, een tussenwoning waar ik nu woon. Over twee jaar woon ik in een echt huis, laat maar zeggen. Een wat groter huis. Dat is mijn doel. Ja, toch. Dat is je maar doel. Echt, mijn uiteindelijke doel, ik hoop dat ik ooit een boerderij heb. Oh. Ja? Ik wil zo graag een boerderij met dieren. Dat is echt mijn doel. Mooi. Ga ervaren hoe mooi het leven kan zijn, man. Ja, life can be beautiful, jij toch? Dus... Ja, precies. Ja. Precies. Ja. En je hebt heel veel levenslessen, denk ik, ondertussen gehad. Ja, klopt. Ik vind het wel mooi dat je vertelde, toen we met elkaar aan het praten waren, dat je nu je eigen therapie volgt, zeg maar. Dat je je eigen therapie hebt bedacht. Ja, dat wilde ik weten, inderdaad. Want ik hoorde je echt iets heel moois zeggen, man. Dus wat was het nou? Het heet schaduwwerk. En het is niet echt mijn eigen therapie hoor, want je kan het op internet vinden. Maar ik heb altijd een soort hekel gehad aan mensen die betaald werden om met mij te praten. Ik zocht gewoon mijn eigen maniertje. En schaduwwerk is eigenlijk hele diepe vragen waar je zo goed mogelijk over moet nadenken en zo goed mogelijk op antwoord moet geven. Bijvoorbeeld, wie heeft jou het meest bijgedaan in je leven? En daar kan je dus over nadenken, kan je een heel stukje over schrijven.
En zo zet je eigenlijk je eigen issues een beetje op een rijtje. Je gaat nadenken over problemen. En ik ben echt achter dingen gekomen die ik eigenlijk al lang niet meer wist. Die ik gewoon vergeten was, omdat het toch misschien traumatisch was. Maar ja, dat is wel de manier die voor mij het beste werkt. Ja, nou, fijn. Ja, en ik bedoelde met eigen therapie bedoel ik dat je een manier hebt gevonden voor jezelf, zonder iemand met wie je praat. Ja. Dat je het gewoon voor jezelf, dat het jou helpt, zeg maar, door dingen op te schrijven en een stukje reflectie, denk ik. Ja, dat zeker. Ja, jongen, hoe heet het ook alweer? Schaduwwerk. Schaduwwerk. Ja. Ik ben wel nieuwsgierig, ik ga dat een keertje googlen, wat er allemaal uitkomt. Ja, heel tof. En jij hebt ook een missie. Ja. Wat is jouw missie? Nou ja, via TikTok bespreek ik eigenlijk mijn missie. Ik plaats filmpjes over verslaving en over drugsgebruik. En ik wil mensen daar echt een beetje bewust van maken wat ze in hun lichaam stoppen en hoe ze daar het beste mee om kunnen gaan. Less is more, toch? Ja, nou, less, precies. Wel een mooi streef ook, inderdaad. Ik vind dat een goed initiatief. We zijn trots op je dat je op deze manier deze weg bewandelt. Dankjewel. Dat je dit ook maar goed kan en blijven doen, eigenlijk. Dat je, enjoy life, zeg ik dan. Dat klinkt een beetje cliché, maar je hebt zoveel dingen gemist eigenlijk hierdoor. Dat is eigenlijk een hele belangrijke fase in jouw leven, de pubertijd, zeg maar. Je bent natuurlijk 18, nog steeds super jong. Klopt. Maar wat mensen in hun leven niet meemaken, dat heb jij eigenlijk in 4 jaar tijd. Dat is wel zo. Maar ik ben er ergens ook wel een beetje dankbaar voor. Ik heb wel de levenslessen, laat maar zeggen, die mijn leven weer verder... die me in het leven verder kunnen helpen. Ja. Dus ja. En als je één les zou moeten noemen, welke les zou dat zijn? Sowieso, ik ben erachter gekomen dat een bed een luxe is. En je gaat dus dankbaar worden voor heel veel dingen in de wereld eigenlijk. Gewoon alles wat je normaal gesproken hebt, als dat opeens allemaal weggaat, dan weet je van, oh shit, ik had het zo goed. Ja. Dus ja. Ja. Nou, nogmaals, wat ik zeg, wij zijn trots op je. We wensen je ook heel veel succes met alles wat komen gaat. Goed. Blijf alsjeblieft van die crazy af. Dat is een luxe, ja. Ja, dat denk je toch niet bij na. Nee. Dat denk je echt niet bij na. Dus in mijn hoofd gaan er dan meteen 100 dingen om, zeg maar. Ja. Dus vooral omdat ik zelf kinderen ook heb. Mm-hmm. Zeg maar, dat heb jij natuurlijk ook. En dat hebben heel veel mensen, maar ja. Ja, nogmaals, life is beautiful, man. En hou gewoon van jezelf, denk ik. Ik denk dat, want we kunnen zeggen van, blijf er vanaf en noem het maar. Want dat dacht ik ook aan, van ik wil jou een afsluitwoordje bieden. Maar je hebt regie over je eigen leven en je gaat nog steeds je eigen keuze maken. Want je bent pas fucking 18. Ja. Snap je? En maar enige, wat ik denk ik belangrijk is om te weten, is dat je echt van jezelf moet houden. Ja. En als je van jezelf houdt. Als je dat gaat leren, wat voor heel veel volwassenen het nog steeds niet kunnen, want allemaal zeggen we houden van onszelf, maar we weten geen eens wat dat inhoudt. Nee, dat is ook een proces. Snap je? Maar als jij daar komt, dan ga je bepaalde keuzes maken. En misschien maak je een keer verkeerde keuzes, maar laat je niet uit de hand lopen. Snap je? En dat is het vooral, denk ik. Ja, dat is het. Ja. Maar ik moet zeggen, als ik nu aan middelengebruik denk, dat heb ik echt uitgespeeld. Alleen een paracetamolletje nog op. Dat, ja. En boys moeten jou verdienen, man. Ja, precies. Precies. Dat. Merel, iedere aflevering die sluiten wij af met het laatste woord. Ja. De microfoon van Marv en die van mij die ga ik zo sluiten. Oké. Okay. Ik wil alle luisteraars wederom weer bedanken. Het was een hele intrigerende en mooie aflevering. Dus intrigerend, cool. Nice. Lekker woordje hoor. Ja. Woorden, schat. Hey, ik heb vroeger af en toe wel eens opgelet. Ja, echt. Nee, dus wij zien je super, dankjewel. Ik denk dat we wel contact blijven houden op deze manier. Ja, en ik hoop dat het goed met je blijft gaan. Ja. Ik sluit onze microfoons en dan mag jij het laatste woordje gaan afsluiten. Ondertussen stek ik al de tune alvast een klein beetje aan. Dus het laatste woord is voor jou. Bedankt voor het luisteren. Wees lief voor elkaar. En willen jullie nou meer informatie over drugs, kan je me volgen op TikTok. Merel Tombroek. Doei doei. Zo. Oh, dat is leuk. Ja.